Het is weer even wennen voor Ajax om in eredivisieverband af te reizen naar Volendam. De laatste keer dat FC Volendam Ajax op het programma stond is maar liefst 14 jaar geleden. En dat brengt ons direct bij de quizvraag. Want wie maakte die dag zijn debuut voor Ajax? Is dat A, Daley Blind? Is dat B, Toby Alderweireld? Of is dat C, Siem de Jong? Straks het antwoord. Het was die decemberzondag in 2008 een lastige middag voor Ajax. Een paar weken ervoor hadden de Amsterdammers al verloren in de beker van Volendam. En ook in de competitie had Ajax moeite. We pakken de draad een paar minuten voor rust op. Meijers, twee man voor het doel, Schota, oh! En daar is de treffer. Wat een goed uitgespeelde aanval van Volendam. Soleimani, goede voorzet en daar is de 1-1. Suarez. Wat geeft Volendam dit dan makkelijk uit handen? Het publiek van de Ajaxide gaat er maar eens achter staan, eigenlijk voor het eerst vandaag. En dat leidt uiteindelijk meteen tot de treffer. 2-1 voor Ajax tegen de Vlamingen. Zuur voor Volendam, dat het heel goed, heel behoorlijk doet. We gaan naar 1994 voor een spectaculaire editie van FC Volendam Ajax. En vooral de eerste 4 minuten van de wedstrijd gaat het helemaal los. De Boer in topvorm de laatste weken legt de bal panklaar voor Lidmanen. De eerste bal en die zit erin ook van Kanu. Seedorf, en als hij dat doet wat hij moet doen, is het 2-0. Onwaarschijnlijk snelle start. Flitsend schiet Ajax hier uit de startblokken. Stepanovic, helemaal vrij Smeets. En dan is het 2-1. Een onwaarschijnlijk begin van deze wedstrijd. Vervolgens is het een half uurtje wat rustiger in Volendam. Maar dan in de 33ste minuut is het uitgerekend een huurling van Ajax die de Amsterdammers pijn doet. 12 minuten nog in de eerste helft waarin Volendam veel strijd levert. Koekhoff. En daar is Ooyer met een gelijkmaker. 2-2. Volendam heeft veel technische voetballers voortgebracht. Wim Jonk en Kee Molenaar bijvoorbeeld. Maar de bekendste zijn natuurlijk de gebroeders Muren. Arnold en Gerry. Beide speelden later ook bij Ajax en die laatste won in Amsterdam alles wat er maar te winnen viel. Wat we wachten is nu zeker, we hebben de beker, we hebben de beker. Wat we wachten is nu zeker, Ajax is de koning van de maf. Gerry Muren werd echt legendarisch door zijn beroemde hooghoutactie tegen Real Madrid in de halve finale 1973. Ik denk dat dat meer symbolisch was, het moment. Wat betekende dat op dat moment dat Ajax boven Real Madrid begon te komen. En wat veel mensen niet weten, is dat hij die halve finale zelf besliste. Een televisiekijker Nederland houdt zijn hart vast. Maar in Bernabeu heeft Real niets in te brengen. Vooral niet tegen de oudste van de gebroeders Muren, Gerry, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakt. Op 19 september 2013 overlijdt Gerry Muren op 67-jarige leeftijd. Een week later speelt Ajax in de beker uitgerekend tegen Volendam. En alsof het zo moest zijn, eiste zijn neef Robert Muren die dag een hoofdrol op. En daar is Muren, het is 1-1! Het is 1-1! Overtop. En het is 2-1 voor Volendam. Het is 2-1 voor Volendam. Ja. En weer is het Muren. FC Volendam is promovendus en de ploeg van trainer Wim Jonk heeft het lastig in de eredivisie. Zo lastig zelfs dat ze helemaal onderaan staan. Van de laatste 5 wedstrijden werden er 4 verloren en 1 gelijk gespeeld. Gedeeld topscorer in Volendam is, daar is hij weer, Robert Muren. Hij maakte er 2. En op het middenveld bij Volendam komen we een oude bekende tegen in de vorm van Karel Eiting. In zijn tijd bij Jong Ajax speelde hij 4 keer tegen zijn huidige werkgever. En daarin gaf de professor 1 assist. En in deze ontmoeting is Ajax voor rust wat sterker dan Volendam. Cachera nu wel trefzeker. Hij passeert Verhulst. Hij maakt 1-0 voor Jong Ajax.
We eindigen natuurlijk met de quizvraag. Want de laatste keer dat Ajax in Volendam speelde, maakte een Ajaxiet zijn debuut. Maar wie? Blind gaat zo komen. Zo is het in ieder geval nog een beetje een leuke dag voor de Ajax-supporters. De debuut van een Ajaxiet is altijd leuk om mee te maken. En als hij dan nog blind heet ook, leidt dat tot lichte euforie in Amsterdam. En daar zit de natuurlijk trotse vader. Zaterdag 8 oktober om 16:30 staat de wedstrijd FC Volendam-Ajax voor het eerst sinds 14 jaar in eredivisieverband weer op het programma.